Misschien kom ik langs deze weg ooit nog eens aan een man. Ik zeg maar zo dat wat niet is, toch altijd komen kan. Ik droom al eens van Robert Redford langs de weg met pech. Hij vraagt me hoe ik heet en weet u wat ik hem wil zeggen? Dan zeg ik de Robbie. Ik ben Ali van de Brievenbond, de Brievenbond. Het programma is tot stand gekomen door een samenwerking met de ANWB, Zonnebloem, Krullen Muller Museum, Nationaal Park de Hoge Veluwe en restaurant De Koperen Kop. Het mooie weer was een goede start van de tocht. Iedereen had er zin in. Op zondag 18 september vond op het plein voor Sociaal Cultureel Centrum De Kinkel in Bemmel het SWL Zomerfestival plaats. Met bruisende muziek, dans, workshops, spelactiviteiten en een uitmarkt voor jong en oud. Inwoners uit Lingewaard, van diverse culturen en leeftijden, laten op verschillende manieren hun talenten en passie zien. Muzikanten en bandjes verzorgen spetterende optredens van blues tot hip-hop. U kunt kennis maken met muzikanten van verschillende leeftijden en achtergronden daarvan. Zo is het jongste muziektalent 12 jaar en zullen de Barracuda's van zorgboerderij de Carmel uit Angeren optreden. Het zomerfestival duurde tot 8 uur 's avonds. Hoi. I'm gonna
Voor vandaag zit ik op het einde van mijn script. En dat houdt automatisch in dat de uitzending natuurlijk afgelopen is. We wensen u natuurlijk een fijn vleeskeuren toe en een hele gezellige kermis. En voor de jongeren, ga naar het vleeskeuren toe om daar je mooie dame te ontmoeten. Maar eerst nog even iets serieus. De oproep van Wim Evers in de uitzending. Die begint de komende tijd, oktober, met het programma Kanker heb je samen. Mocht u op een of andere manier in aanraking zijn of zijn geweest met de ziekte kanker en daarin een gesprek over willen praten, neem dan contact op met de redactie op telefoonnummer 06-4003-0979 of via de mail redactie@huse.tv. Op die manier kunnen we samen aandacht vragen voor het onderzoek en de hulp bij de ziekte kanker. De herhalingen van de uitzendingen kunt u bekijken op maandag, woensdag, vrijdag en zondag via de televisie, maar natuurlijk ook via het internet op www.huse.tv. Voor vandaag bedankt voor het kijken en nog een fijn weekend toegewenst.